Hoi allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandagochtend. Het is 11:30. Net ochtend nog. Nou, 11:45. Ik was vanochtend bij Stan. Ik ben nu weer onderweg naar Amsterdam. Het was echt gezellig. Even zijn ouders weer gezien. Normaal gesproken is het natuurlijk super vaak, maar nu veel minder. Ik heb vanochtend even geëdit. De video staat online. Ik heb een stukje weekvlog geëdit. Ik moet vandaag super veel filmen voor Collabs. Dus daar moet ik even hard mee aan de slag. Maar ja, eerst naar huis. Ik heb echt de ideale PNR gevonden voor mijn huis. Ik wist niet dat die bestond. Fucking dom. Maar I found it. Dus dan ben ik echt minder dan een uur bezig. Super chill. Oké, ik heb me klaargemaakt. Een en ander gefilmd en gedaan voor samenwerkingen. Het is nu... Hoe laat is het nu? 14:30. Ik moet even wat lunchen, want ik heb vanochtend zo... Wat kleins ontbeten bij Stan, maar ik moet echt even wat lunchen. Ik weet gewoon echt even niet wat. Oké, dit is oprecht zo, zo goed. Het is zo lekker. Ik heb een TikTok gemaakt, hoe ik dit heb gemaakt. Het enige wat ik eigenlijk doe, is gewoon precies hetzelfde. Alleen doe ik er dan mozzarella kaas bij, zeg maar van die geraspte mozzarella. En zuivelspread. En ik doe niet het hele zakje pittig erbij. Maar het is wel echt top. Jammer dat het zo weinig is, want... Wauw. Good meal to start the week with. Hoe iets zo lekker kan zijn. Nou, ik ga nu even verder met editen. Oh. Ik ga even wat foto's online zetten van Naked. Ik moet nog even een Instagram post doen. Nog een story maken trouwens. Ik ga dit even lekker opeten. Het is al bijna op. Maar ja, so be it. Ik moet nog klaarmaken. Omkleden en vanavond rond 6 uur hebben we bij Isa afgesproken. Morgen weer werken, dus ik ga niet te veel drinken. Nou, gewoon niet. Een drankje of zo. Nou, ik heb... Zo. Ik heb me weten klaar te maken en ik heb het gered. Ik ben bij Is, super gezellig. Het is heel laat. Nee, maar ik had helemaal weer stress. Kijk hoe leuk haar huisje is. Ik was hier dus nog nooit geweest. Nee. Maar het is helemaal cute. En vanavond hebben we dus een event van Funzige Deentjes. Ja, ik ben benieuwd. Heel erg benieuwd. We gaan nu even lekker koken. Lekker shrimp spaghetti of pasta, weet ik veel. Nou, tagliatelle. Oh, lekker. En ik heb deze, lekker. Oh ja, heel lekker. Nou, top. Nou, het is klaar. Ga lekker eten. Eet smakelijk. Wacht, ik kijk je niet. Nee, opnieuw. Schatje. Yay. We are here at the party. We are at the party. Stel je vrienden, het wordt epic. Zorg dat je om 17:30, zeg ik uit mijn hoofd, bij de main staan. We hadden ook nog iemand uitgenodigd vanavond. Die kon er helaas niet bij zijn, maar we hebben wel een video gehad. Yo, Funzige Fam, Ronnie Flex hier. Ik heb een spijtige mededeling, helaas kan ik er vandaag niet bij zijn, want ik heb het druk met shows in Ahoy. Nee, dit is een joke, Nee. Ja, misschien toch niet. Oké, dan party peeps. Ik weet niet of er mensen zijn die het wisten. Ik ga ervan uit dat niemand het weet. Alsjeblieft, make some noise for Paul! Wow, ik zei het! Funzige, funzige! Oh, wat zou je zeggen? Ik versta geen rond. Maar... Ik voel me van toch? Hey. Ambe, ambe, oeh! Ambe, 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 oeh! Ambe, 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 ambe,
Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag. Wow, ik heb echt een hele rare dag gehad. Ik heb echt een soort super... Oh my god, wat zie ik daar? Super licht geslapen. Toen om 7:20 stond fucking HelloFresh voor de deur. Toen werd ik echt helemaal niet goed. En ik heb heel die HelloFresh niet eens gewild, want ik heb vergeten stop te zetten. Ik had een gratis box van mijn moeder en heb ik nu god voor €46 betaald. Echt, schiet mij neer. Ik ben er deze week niet eens, dus dat is het allerleukste. Maar goed, dan geef ik wat muis gehad. Ik moet... Ja hoor. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ben echt helemaal klaar met deze dag al. Ik wil gewoon huilen. Ik wil nu echt gewoon kaart huilen. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga naar kantoor. Het is wel leuk dat mijn moeder komt. Dus ik ga ook met haar even lunchen buiten de deur. Helemaal leuk. En ik ga mijn make-up op werk doen, want ik zie het natuurlijk niet juist. Nou, Stan en ik hebben lekker eten gemaakt. Het is een HelloFresh. Ziet er echt top uit. Dus we gaan lekker eten. En we hebben even een lekker rood wijntje. Zin in. Allemaal, het is vandaag woensdag. En ik heb vandaag gewoon helemaal niet gevlogd. Het is nu 6:00. En ik was de hele dag met Stan. Dus dat was eigenlijk heel gezellig. Want hij heeft nu geen stage meer. Dus nu heeft hij overdag wat meer tijd. En zijn vanochtend gaan sporten bij de Trainmore op NSM. Dus dat was heel leuk. En toen kwamen we terug, toen gingen we eigenlijk allebei werken. Hij moest naar school, ik moest werken, mijn vlog editen nog. Oh my god, ik heb me vergist in de dag. Wat? Ik dacht dat mijn vlog morgen online moet, maar het moest vandaag. Niet. Er zit ook al mijn samenwerking in. Het is vandaag woensdag, hè? Nou, dan moet het maar een dag later. Ik moet nog de vlog af editen ook, dus ik kan hem niet online gooien of zo. Toen waren we zo moe dat we even een powernap hadden gedaan. En nu is 6:00 gaan we koken. We gaan lekker HelloFresh koken. Dus heb ik wel zin in, want HelloFresh is altijd lekker. Het is zo chill dat je er gewoon niet over hoeft na te denken wat je hoeft te eten en boodschappen hoeft te halen en zo. Echt chill. Ook al, nou, het was niet heel duur. Het was €36 voor 3 maaltijden. Maar ja, ik weet niet. Ik denk niet dat ik ermee doorga. Oké, laten we gaan koken. Hallo allemaal, het is inmiddels 6:30. Ik ga nu gezellig naar mijn oma en daar gaan we met alle kleinkinderen lekker Chinees eten. Ik heb lekker Chinees besteld en ik ga het nu even ophalen met mijn nicht. Ik heb hem even heel snel een beetje klaargemaakt en dan ga ik erheen. Lekkere workday gehad. Lekday gehad. Oké, ik heb even heel snel omgekleed. Deze trui aan. Dan ga ik nu mijn nicht ophalen en het eten. Helemaal gezellig.
jongens, het is inmiddels alweer 11:45. Gezellig bij mijn oma gegeten, was echt zo leuk. Gewoon even met alle neefjes en nichtjes en zo. Gewoon alle kleinkinderen dus. Was echt heel leuk, dus echt zo dankbaar voor familie soms. Gewoon gezellig met elkaar en dan herinnering ophalen en zo. Love it. Ik ben er bij Stan. Ga je gezellig slapen. Morgenochtend sporten met mijn nicht ook. Helemaal zin in. Dus helemaal top. Goedemorgen! Het is vrijdag en ik ben echt al maanden iets kwijt en ik word niet goed. Ik heb net lekker gesport, heerlijk. En met Lianne, mijn nicht, was echt top. Heb ik al gevlogd vanochtend? Ik weet het niet eens meer. Ik ben nu thuis, het is 11:00. Even lekker een eitje ben ik aan het maken. Ik weet gewoon niet waar ik dat gelaten heb. Ik ben iets kwijt. Het is tijd. De hoogste tijd. Nee, dus dat ga ik niet doen. Nou ja, ik ga het even verder zoeken. Maar ja, kijk, ik ben lekker eitje aan het maken. Yum, yum, yum. En ik ga thuiswerk vandaag. Vanavond hebben we de surprise party. Wat is het ingezoomd elke keer? De surprise party van Sophie. Zo spannend. Ik ben heel zenuwachtig. Ik heb net even deze blazer opgehaald bij Isabel. Want ik weet nog steeds hoe ik aan moet. Het thema is disco. Glitter met wit. En ik moet echt even een outfit gaan scoren. Want ik weet gewoon echt niet wat ik aan moet. Oké, ik heb even wimpers opgedaan van Indie Lashes. Ik heb zo'n setje gebruikt dat je gewoon zelf kan kiezen welke maat. Ik heb 14 mm en 12 mm opgedaan. Ik heb zoveel stress over vanavond. Ik weet gewoon niet wat ik aan moet. Ik vind het zo kut. Ik weet het gewoon niet. Ik heb echt heel veel dingen mee. We gaan straks klaarmaken bij Anne. Maar ik heb het zo koud. Het is zo stervenskoud. Hallo allemaal. Ik zie er echt uit als Tante Truus. Maar ik ben me aan het ready maken bij Anne nu. Mijn krullen nog uitborstelen. En ik wil nog verder met mijn make-up. Dus ik hoop dat ik het allemaal ga redden. Het is zo weer weg. Je kunt natuurlijk niet te laat komen, want het is een fucking surprise party. Nou, ik kan natuurlijk niet te laat. Ik zal dus even de outfit laten zien. Dit is de look. Haar moet echt heel erg uitgeschud worden. Dit is de hakken. En dit is de final look. Wait, wait. Zilveren tas. Glitter blazer. Nou, dit is toch helemaal leuk. Mijn haar is echt super krullerig. Maar het wordt gewoon niet minder. Ik heb echt wat tintje erin geborsteld, maar ik moet maar even uitzoeken of zo. Hey! Nou, ik heb weer stophaar. Nou, we zijn helemaal ready. Ben je ready? Ja, ik ben ja, ik ook. Maar dit is ook leuk voor Sophie. Ja, dit is toch geweldig. Sophie? Maar het is gelukkig, we zijn allemaal bij elkaar gekomen. Ik zei helemaal. Allemaal bij elkaar gekomen. Kijk, en hoe mooi het versierd is. Dat is niet papier, het hoekje. Ja, maar als ze binnenkomt, ziet ze die tafel niet zo pakken dan. Maar ik denk wel met mijn bundmuts, de bouwbeluid steeds. Oh, ik ben helemaal zenuwachtig. Jongens, komt er over 5 minuten eraan. Ja, hij komt. Maar Nathan is natuurlijk degene die ik moet vertrouwen. Dus dat bouw ik dan niet op. Hallo? Nu gaan we je even aankijken. Ja. Doe even
Nee! Oh nee! Dit had ik echt helemaal niet. Yay! Nee, ik heb niet verwacht. Ik naar jullie. En daar nou, voelde je niks aankomen? Oh ja, jij vuiler. Hé, schatje! Hey! Hey. Ik vond het zelfs doodeng. Hey, go! Ja. Wat zijn jullie er allemaal uit? Nah. Oh shit! Holy fuck! Ja, nu moeten we jou een beetje mijn foto geven. Ja. De meid is helemaal gefliekt. Ja. Oh ja. Oh, mijn maatje. Ik ook niet. De merengue, daarom was mijn moeder zo'n stress. De merengue with passion. Zo schaam met allemaal passie. Ik denk, waar de fuck heb jij al die passie? Zo. Heerlijk dat dit voor mij ook allemaal zo'n verrassing is. Ik ga eten. Ja, wat grappig. Nee. Ik zat met dat ding wat ik op jou verjaardag had. Wat? Wat was dat er gebeurd? Wat? Het vruchtje met die kikkerbril erin. Een passiebrug. Ja. Ik dacht dat het. Nee, dit is een pijn. Ja, dit is heel anders. Net als anders. En disco. Svi is niet geboren als disco. Svi is geboren punk. Met een grote bos met zwart haar recht overeind. En gillen als een echte rockster. Hey. Jij moet er ook heen. Dit kon natuurlijk niet met zijn. Ik heb ook nog een heb ik gegeven. En die verhaal was ook een beetje te man. Dat kan ik ook wel uit doen. En dat was het ja, dat laatste heeft hetzelfde gegeven. Nee, ik was maar aan scheuren. Toen kwam ik al van 5 minuten hierbij. Het is ook niet zo ontstaan. Maar ik heb geen water aan, hoor. Nu kan ik het niet. Ik wel. Weet je nog die ene nacht, daar waar jij alles kan en mag, een klein scheutje bloed kan aan mijn voeterij en spijt mij. Hoe voel je erbij? Oh, deze is ook zo fucking leuk. Je is zo gemiddeld niet. Heel leuk. Ja, ik heb een seks. Ik ben heel sexy. Ja. Herontwikkeld, omdat jij met oud en nieuw niet helemaal tevreden was over ons AWC. Nee. Dachten we, nou, we komen met een nieuwe. Ja, ja we gaan het nu even goed doen. Hier komt ie. En we gaan wat herinneringen ophalen. Ja. Nou, dan beginnen we maar met een knaller. Antwerpen! Wat een weekendje was dat. En wat heb jij lekker misdraaid? De C. Chin Chin. Deze avond mag ook in de boeken. Yeah. Opgehaald van Schiphol. De D. Düsseldorf. Ja. De E, e-mailen. Daar ben jij een ster in tijdens je werktijd. We hopen voor jou en voor Bo dat deze gesprekken nooit vrijkomen. De F, visie. De H, hangover. Alle mannen staan voor je in de rij. Het siertje dat je dit zelf niet over door hebt. De J, juni. 19 juni. De belangrijkste dag van allemaal. De hele de taxi rit naar huis. Fuck you! Zo, bedankt voor alle geweldige herinneringen. Proost op deze avond en nog veel meer. Ben je zeker nog? Ik ben zo zeker nog. Zo te gek. Hé, dit klopt niet. Ik had een vlog van Sarah aan staan. Dat meen je niet. Dat is helemaal een ziekje bij. Nou ja, lieve vrienden en familie. nou ja, wat leuk dat iedereen is. Fijn dat het allemaal zo geregeld kon worden. Dat iedereen zo je best heeft gedaan.
Nu wil natuurlijk het allerliefst Sophie even een kaart roosten. Maar ja, aangezien haar leven toch wel één grote grap is, hebben wij daar niks van te doen. Dus hebben we besloten om jullie een kleine dinnershow te geven. Niemand gaat dit herkennen, wellicht Sophie ook niet. Maar we hopen dat ergens in dat brein zonder die wodka er een herinnering op kon spelen van Sophie als een klein meisje op de achterbank die dit helemaal uit haar hoofd kende. Let's go! We hebben een S, we hebben een O, we hebben een P, we hebben een H, we hebben een I, we hebben een E, we hebben een K, we hebben een L, we hebben een I, we hebben een N, we hebben een K, nog een K, we hebben een E, we hebben ook een N, we hebben een R. Met een flinke mountain. Flinke mountain. Jij bent zo ja. Meer haren op je kut dan haren op je hoofd. Ik ga het maar niet noemen, want die maakt veel te groot. Nee, maar jij flex gewoon samen. Dat is niet zo. Lekker eten, het is zo lekker allemaal jongens. Oh my god. Een lekker rood wijntje erbij. Nou, heerlijk. Ben je aan het genieten, Sof? Niet normaal. Niet normaal. Zo goed. Even stil. Niet normaal. Even stil. Rosa's, een beetje van rucola met tomaat. En we samen azijn dat ingekookt is. Een beetje te zoet naar mijn idee, maar... Wel lekker. Niet zo snel. En voor de Zaanse kaas. Oh, heerlijk. Nou, lieve allemaal. Nou ja, naast dat het publiek ook wat er lekker bij zit. Omdat ze er net niet bij mocht zijn. Ah. Zo nieuwsgierig. Maar jaloers is hij niet. Nee, jaloers is hij niet. Nou, lieve Sof. Wij hebben elkaar natuurlijk... Oh, ik ben mijn afloop kwijt. We hebben natuurlijk eigenlijk al een tijdje niet... best wel al een tijdje niet echt gesproken. Maar in het hart hebben we wel wat gezeten. De lakkers! Jongens, hier moet je wezen. Geweldig. Ja, is dat wel... Nee. Ja. Hou op. Ja. Magazine! Ja. Amazing! Wat gaaf! Nou, jullie weten het allemaal. Ja. Sophie 22 van jong naar oud, zo door de jaren heen, smash or crash, de mannen die zijn verzonnen, favoriet het leukste van alle. What the fuck, hé? Ja, daar zijn we dus echt iedereen weer van geholpen. Ik heb met je moeder geappt als een malle, ik alleen maar. Ik was echt het allerlaatste, heb ik op dit. En 2 dagen later, hoi, toch nog een klein vraagje. Weer? Doe even. Ja, dus. Inderdaad. Nou, we hebben nu een lekker toetje, een merengue en een pornstar. Nou, mijn cheers! Niet normaal. Niet normaal. Maar ik heb het zo naar mijn zin! Dikke swag. Helemaal swag, tot zo! Nou jongens, het is merengue. Ik mag het is merengue. Nou, leg jij het eens even uit. Met passievrucht. Met? Dat is de passievrucht. En het schijnt heel lekker te zijn. Oh, en frambozen en bosbes. Maar mag ik een hapje nemen? Neem een hapje. Laat het overheen komen. Neem een hap. We hebben net even een smaak. En? Wat? Dat hoorde ik even niet. Moet je uitgeknipt worden? Knip. Lekker, hè? Niet normaal. Dit is niet normaal. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Gisteren was echt zo gezellig. Het was echt leuk. Het was echt heel erg geslaagd. Nou, jullie hebben het ook kunnen zien. Het is vandaag zaterdag en ik dacht, hoe leuk als ik gewoon even een taart ga bakken. Ik heb dat zo lang niet gedaan. Ik wil echt zo met lagen. Lekker met buttercream en zo. Dus ik ben helemaal benieuwd. Dus ga ik lekker maken. Ik heb er wel zin in. Hele goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. Ik ga vandaag gezellig lunchen met Isabel en Bo bij de haven in Alsmeer. Dat is hier dichtbij en ik ga super lekker eten. Ook al ga ik vanavond sushi eten. Ja, ik ga niet te veel eten, want anders is het echt vet zonde. Dus ik heb net even mijn haar gefund met een föhnborstel. Beetje slag erin en zo.
leuk. En ik ga nu even make-up doen. Oh, we hebben lekker broodje. Ik ben met mijn zus even reunietje. Nou ja, even bijkletsen. Lekker wijntje, lekker happies. Nou, helemaal top. Ik heb zo zin in. Ik heb helemaal nooit de vlog afgesloten. Dus hierbij nog. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie de vlog weer leuk vonden. Vergeet zeker maar niet te supporten door een blauw duimpje omhoog te geven. Om mij te abonneren en me te volgen op Instagram en TikTok. En dan zie ik jullie heel snel weer. Doei doei! Yes, I'll be on my way now. You just give me a...